Okay, ik zeg, goed. Het wordt tijd voor het enige, het echte, het niet overtroffen... Pim Pam Pam! Oh, dit is van de deel. Ook petje. Al die bedjes weer. Ik veel, dat is deze dan zeker. Gaan we eraf, tante. Oh, gaan we eraf. Ja! Oké, Simon, je doet mee met Pim Pam Pol, staat in de natuurlijk. Dat betekent dat we jou een paar vragen gaan stellen om te kijken of je een beetje milieubewust bezig bent in de wereld waarin we leven en nog een tijdje hopen te leven. Daarvoor gaan we jou een vraag stellen uit een bepaalde rubriek. Allereerst moeten we even de rubriek bepalen. En Lars, jij bent de rubriekbepaler. Ik ben de rubriekbepaler. Ja. Goh, had je me niet even kunnen waarschuwen? Inderdaad, ik had je inderdaad niet even kunnen waarschuwen. Jongen. Dus jij bepaalt de rubriek waar wij binnen de context van hetgene waar we mee bezig zijn een vraag kunnen stellen aan Simon. Oei. Poef. Nou, daar moet ik eens even over nadenken, hoor. Ja, dat geeft niet. Denk even, waar ben je mee bezig de afgelopen dagen? Waar ben ik mee bezig geweest? Nou ja, met heel veel. Bezoeken aan gletsjers, lezingen bijwonen, heel veel leren. Oké, lezingen. Dan stel ik voor de rubriek waar we absoluut geen lezing over moeten houden in verband met de opwarming van de aarde. Ja, dat vind ik een goeie. En daar hoort een letter bij. Daarover gaan we schakelen naar de Pim Pam Pol Cirkel. Ja, it's Mr. Pim Pam Pol. En we gaan voor jou draaien, Simon. Daar komt hij aan. Had ik al gezegd dat hij het weer deed? Ja, hij is vakkundig geluimd, hè? Komt hij. Ja. Had misschien ook iets korter gekund. Ja, het duren. Dit duurt eventjes hoor. Hallo. Ja. Klaar. Goed zo. Ja. De letter. De lange H. Iets waarover je beter geen lezing kan houden in verband met de global warming. Beginnende met de letter H. Simon. Noordpool FM. Oh, wat is zijn? Nee, wacht even hoor. Dit doe ik me even opnieuw doen. Simon. Dat is het bedenkmuziekje. Dus jij komt nu met een antwoord. Wat begint met een H. Over zaken waarover je beter geen lezing kan houden in verband met opwarming van de aarde. En daarvoor starten wij voor jou een muziekbedenkje. Enschede. Wanneer was dat nou? Ja, Enschede, waar kwam je toch weg? Simon? Hallo, Simon? Net als Abba en Boris Yeltsin. Simon is uit elkaar. Simon de Janeiro. Even kijken of we dat. Als we morgen ook zo gaan. Want Simon! Jongens, heeft iemand Simon gezien? Simon gezien. Hoi! Ik zie Simon! Ik zie Simon. Wacht even hoor. Oh, de telefoonapparatuur is heel fout. Dat geeft niet. Belt hij terug? Ik bel even terug. Ja, kun je gewoon instarten. Maar de H telt nog steeds, hè? Dus jouw vraag was even denken. Dingen waarover je beter geen lezing kunt geven als je het hebt over global warming. Hallo? Hey, Simon. Hey, daar ben je weer. Wat knap. Ik heb je nog niet eens gebeld, je bent er alweer. Moest je zo lang nadenken? Nee, jullie vielen ineens weg, de verbinding of zo. Ik weet het niet. Nou, ik weet het ook niet. Ja, dan kwam je in een ijsberenstudio in. Ja. Maar Simon, je hebt inmiddels een antwoord kunnen bedenken. Ja. Vertel. Sorry? Hete lucht. Ja, dat rekenen we goed. Dat vind ik goed, ja. Waar moet ik dan op drukken als het goed is? Wacht even. Deze. Drie. Nee, drie. Ja. Oké, toestel drie. We gaan verder met de tweede ronde van... Dat wil zeggen dat we allereerst weer een nieuwe rubriek gaan verzinnen. Waarvoor excuses. Wij zijn op zoek naar een rubriek die we aan Simon kunnen vormen tot een vraag. Ja. Een rubriek, hè? Ja, voor Pim Pam Pol. Hallo. Ik moet me weer scheren, geloof ik. Dingen die je maar beter niet kunt doen als je een ijsbeer tegenkomt. Dat vind ik een hele mooie, Lars. Zeg hem nog eens. Dingen die je maar beter niet kunt doen als je een ijsbeer tegenkomt. Oké, dan gaan we daarvoor een letter. Hey. Oh, daar ging iets niet goed. Ja. Attentie, Pim Pam Pol, de Pim Pam Pol cirkel. Ja. En nu niet zo lang, alsjeblieft. Klaar. Heel goed. De T.
De lange thee. Dingen die je beter niet kunt doen als je een ijsbeer tegenkomt met een lange thee. Wat ben jij aan het doen? Een tandenpoetsen. Is correct, bingo. Tandenpoetsen. Laptopje had. Goed, Simon, dit was alweer de tweede ronde. Was die goed? Ja, was goed. En je mag een plaatje aanvragen, hoor ik net. Hoi, cool. Je mag een plaatje aanvragen als er maar geen muziek is. De nieuwe cool of de oude? Sorry? Ja, wat wil je horen? ja, goeie. Doe maar. Hiels de Lange met The Great Escape. Hiels de Lange, The Great Escape. The Great Escape. Dat is echt cool in de game. Hiels de Lange. Even kijken. Nou, dat kan. Die hebben we in... In voorraad. Ja, dat sowieso. Even kijken. Ja, dat is mooi. Sleep je hem dan hier naartoe, zie? Ik sleep hem naar de andere kant, op daar naartoe. Welke, gewoon de gewone uitvoering maar, hè. Hiels de Lange. Of Live op Parkpop. Ah, dus ja, we doen dit live. Dat vind je goed, hè? Gelukkig maar. Goed. Simon, deze is voor jou. Dank voor meedoen aan datgene waar wij hier mee bezig zijn. Gebruik niet de vaste stopwoorden, want dat doe ik ook niet. En tot slot zou ik zeggen, succes met ons programma. Yo. En tot het volgende feest. Tot de volgende keer. Hoi, Simon. Doei. The leaves will fall again. The wind comes crawling.